echt een winterband setje misschien staan. Nou, dat hebben we er maar weinig. Frans de Helst. Wouter Karsen. Het wordt nu al mooi, Frans. Ja, de auto is natuurlijk fantastisch. Daar gaat het niet om. Maar ik zou normaal altijd vragen, goh, maar dit mag het nog wel de kelder uit, de parkeerkelder uit. Wil je dat dan daar ook even over hebben? Of? Ik mag het ook wel over hebben. Ja? Nee, okay. Dan gaan we het zo over hebben. Je denkt van, wat? Wacht, er staat wel eens één. Ik heb geen raar. Ik heb het belasting betaald netjes. Ja. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval mooi. Het scheelt alweer. Dat is mooi. Oma even doorlaten met de elektrische fiets. Dus, ik was blij dat je ook gewone gordels hebt. Maar natuurlijk van die vijfpins gordels. Maar gewoon goed doen. Ja, het is leuk om te screen. Maar... Ja. We zitten in een GT3 RS. We gaan om ongetwijfeld mensen iets vinden voor een sigaar. Ook maar ik kijk op de kilometerteller en daar staat bijna 60.000 kilometer op. Dus je rijdt er dus heel veel in. Ja, maar dan maken ze het er ook voor, of niet? Ja. Om in te rijden. Nou, dit is zeg maar natuurlijk de typische Porsche die iedereen koopt. En dan denkt dat die altijd maar meer waard wordt. En, dan moet je in de kelder zetten. Ja. Yeah. Kijk. Eigenlijk maken ze natuurlijk auto's om in te rijden en zeker Porsches, daar moet je het kijk mee op het circuit rijden. Dus aangezien dat niet elke dag lukt, dan is het ook wel fijn als je elke dag gewoon een lekkere stukje scheurt. Ja. En pak jij hem iedere dag? Nou, voor bijna iedere dag? Dat ook niet, maar ik heb wel zoiets, als ik bijvoorbeeld naar een leverancier in Italië moet, dan zit ik een beetje zo van, ga ik met vliegtuig of pak ik de auto? Ja. En dan wil het nog wel eens voorkomen dat ik zondagochtend denk van nou om 10 uur, pieuw. Slaap ik een dag hier en dan de dag erop weer terug. Gaaf. Even op en neer, gas. Maar ook in deze? Ja. Hij is best comfortabel. Ja. Dat zou je zo wel merken. Het is de langste rit op een dag samen met mijn vrouw een keertje gedaan. Met een vergadering in Oostenrijk en dan even door het Gardermeer. 1500 kilometer. Er zijn mensen die in een jaar geen 1500 kilometer met een GT3 RS rijden. Elke gekse gebrek. Nee, ja, fantastisch. Nee, weet je, er zijn mensen die gewoon dingen verzamelen. Dat kunnen suikerzakjes en kunnen auto's zijn. Dat ik denk, die vinden het helemaal fantastisch om gewoon om te hebben staan en naar kijken. Maar ik ken ook mensen die heel erg van autorijden houden. Iets gaafs hebben, er niet mee rijden. Want ja, de kilometerstand of de afschrijving of whatever. Ja. En dan, ja, dat vind ik doodzonde. Ja, nou, dat is het ook. Ik ben natuurlijk autoliefhebber. Ja. Door mijn vader aangestoken natuurlijk. Ja. Alles van iemand hebben. En die reed een Alfa 928 en daar versleed hij een stuk of 6 heeft hij geloof ik gehad of 7. En de laatste heeft hij nog met 250.000 kilometer. Ja? En hij is 83 en hij rijdt het af en toe nog steeds in. Ja. Ja. Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Maar ik er zal niet voor in zijn, maar ik zou best met je vader... Oh, dat gaat nou best wel een keer. Dat ga je doen hoor. Dat lijkt me heel leuk. Ja. Fantastisch. Die woont hier ook nog. Nou ja, dat is ook dichtbij. Dus... Helemaal op punt. Ja. Dus zo vader zijn zoon. Ja, dus het moest ook een ja, boven je bed hangt dan die kalender. En dan denk je, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Nou, dan ben je op een gegeven moment voor jezelf. Ja. En dan lukt dat op een gegeven moment om het eentje met elkaar te sparen. Ja. En dan moet je eigenlijk genieten, want ja, dan daar zijn ze echt voor gemaakt. Ja. En dan heb ik dan nog een beetje de pech dat ik natuurlijk Parkinson heb gekregen. En dat ik, ik moet 2 keer zo snel genieten natuurlijk. Ja. Want motorrijden in Parkinson. Dat is... helemaal een goede match. Nee. Ik heb maar dat is best heftig. Ziek zijn en wil je stikken op de auto ook. Bedoel, dat, de meeste mensen weten wel iets van Parkinson, maar hoe snel of hoe langzaam gaat zoiets? Of kan zoiets gaan? Ik heb eigenlijk mazzel dat het vrij zachtjes gaat. Dus dat is de klassieke vorm heb ik. En dan kan het 10, 15 jaar goed gaan dat je nog een auto kan rijden. Maar ook dat wordt door niemand gegarandeerd. Nee. Maar je kan ook net 2 jaar in de rolstoel zitten en die pech weer ook hebben. Ja. Dus ik ben eigenlijk weer een guus geluk. Ja. Want ik kan dit nog geluk bij een ongeluk, hè? Ja, zoiets. Okay. Dus vandaar dat ik er niets anders. Heftig voor. Is dat de reden om deze auto te hebben gekocht? Ik begon toen met een 911 Turbo en dan eigenlijk allemaal de GT2, die had ik dan op een gegeven moment, de zwarte. Ja.
met een handbak. Ja. Dat ging uit door mijn parkinson, ging dat op zeep. Ja. Dat was wel de Uber-auto natuurlijk. Die heb ik verkocht aan liefhebber, die hier trouwens vlakbij. Ja. En ja, dan moet je iets. Nou, dan moet je, het is gaar, maar dan wil je toch iets hebben waar je wel mee kan rijden. Ja. Zolang als dat het goed gaat. Ja. En ik ben dan ook wel een beetje extreem. Ja, misschien iets te, dat geloof ik ook. Maar als ik rijd, dan moet het gewoon goed gaan. Anders vind ik het ook niet leuk. Nee, snap ik. Dan heb je met zo'n automaat als dit, jongen. Ja, de ultieme track day auto. Ja. En dat doe ik dus ook met regelmaat. Ja. Ik heb van dat 60.000 kilometer die erop staan, heb ik er zeker 15.000 op de weg. Zoveel? Ja, ja. Dat is heel veel. Als ik ga tellen, dan makkelijk. Ja. Gaat dat goed met die auto? Ja, je zou, ja, daar is hij voor gemaakt, maar toch ook wel. Nog, nou, het lijkt er wel wat. Ze gingen de launch control uitlezen de vorige keer bij een beurt. Ja. Het schoot er eentje in de lach. Ja. Ja, ik ben ook bij Wezen, zeg maar, daar ga ik altijd mee. Hè, met goede doelen daar. Ja, ja. Ook die sprintbaan daar. Ja. Nou ja, ik denk dat ik in Nederland nummer 1 ben met launch control. Ja. Hoe vaak heeft hij het? Nou, ik geloof dat toen iets van 284. Ja. Maar ja, het schijnt niet kapot te gaan, dus en moet ik zeggen. Nee, de bak voelt prima. De hele auto voelt prima. Hij heeft geen klap verkeerd gegeven, behalve dat nou de navigatiesysteem denkt dat hij in Duitsland rijdt. Dat is het enige nadeel. Nee. Ja. Maar hij moet voor de beurt volgende week. Oh, nou, dus jij stapt in en hij is goed. Nee, we zijn nu in Doetinchem, maar dat zijn we niet. Maar zegt hij niet, dat is ook waar. Ja. Dus, maar hij is een beetje opgeschoven. Elke dag starten en rijden. Ja. Ja. Het is gewoon goed spul. Ja. En tuurlijk, een Ferrari is ook mooi en allemaal nog wat. En echt mooi, prachtige auto's. En Audi, noem het dan maar op. Ja. Op de een of andere manier is hij gewoon een soort van allemansvriend. Ja. Het rijdt lekker. De vrouw die zit lekker in het stoeltje. Ja. Die schuilt een beetje dat die rugleiding niet achterover kan. Nee, ja, je zit wel echt op. Dat is helemaal echt een rally staan. Slapen, daar gaat niet echt. Ja. Nee, dat kan ik me niet zo voorstellen. Dat is het enige nadeel. Maar verder is die natuurlijk de droomauto. En ik heb hem. Ja. Dan word je blij elke dag. Ja, dat kan me voorstellen. Dat je in je schuurtje kan kijken dat je denkt, nou, welke gaan we vandaag nemen. Ja. Maar, zijn er dagen, wanneer pak je hem niet? Want je bereidt er dus wel veel. Ik moet hard werken voor de centen. Dus het gaat niet allemaal vanzelf. Nee, dat snap ik. Dus normaal gesproken zijn er wel eens dagen dat ik denk, nou, ik heb een gekke bui, doe het ding eens meenemen. En dan eigenlijk ook wel met een klant op het circuit, een rondje. Dus ja, het is maar net hoe de wind staat. Ja. En ik laat hem ook eens 2 maanden binnen staan, dat kan ook. Maar niet vaak, want anders kom je op 60.000 km. Hoe lang heb je hem nu al? Nou, in het eerste jaar heb ik 30.000 mee gereden. Ja. Ja, even kijken, daar eigenlijk al had je voorbij geweest. Ja, ik heb het. Ik rijd natuurlijk in heel veel auto's, hè? Ja. Maar als ik dan in zoiets zo, is het toch gewoon even weer, je moet weer even, je referentiepunt is natuurlijk zo anders. Absoluut. Maar dit is de Ford facelift, dus 500 pk, toch? Ja, de eerste uitvoering, ja. Het is genoeg op zich. Ja, nee, met keramisch natuurlijk. Ja. Alles, kijk, wij zijn natuurlijk, we vinden allemaal dat we aardig kunnen rijden, maar we zijn geen valle coureur. Nee. En het enige waar het gewoon fout gaat, is dat mensen zich vergissen. Ja. Maar ik ben er zo mee vergroeid. Ik hakken en zagen, zeg ik altijd. Ik heb ook de topsnelheid eens een keer gereden in Duitsland. S'nachts, München. Ja. In donker, 317. Maar dan heb je geen referentie voor snelheid. Nee. Waanzinnig, jongen. Ja. Ja, het blijft toch mooi dat kan in Duitsland, hè? Dat het ook nog relatief veilig kan worden. Ja, Duitsers zijn er ook wel een beetje aan gewend dat gebeurt. Ja. Maar niet in Nederland, je moet zachtjes dan stoppen, opletten, koest je rijbewijs. Ja, ja, en andere mensen die kan je ook niet klaar nemen. Dus, nee. Ook saai. Nee. Maar het is een heerlijke gooi en smijt. Deze moet worden over heel iets anders. Nee. Nee? Altijd dit willen hebben. Nee. Altijd 9-11. Altijd 9-11.
15.000 kilometer met deze auto op het circuit gereden. Dus hij lijkt redelijk intact. Ik weet niet hoeveel. Ja, dat al mee gebeurt, maar dus je bent niet helemaal een prutser. Nee, ik heb ook mijn racelicentie gehaald en zo. En ik kan echt wel een beetje rijden. Ja. Moet even stoppen, moet even los te doen. Nee. Het is gewoon een poot op de rem en. Even wachten, stil staat er. Voedsel. Nee, weet je wel. Je moet ook wel een beetje de kerk in de midden houden. Als je er weer een week of een maand niet naar gekeken hebt, dan word je helemaal een blije kleuter als je erin staat. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. We hebben ook best veel bekijkspiegels. Ik moet zeggen, ja, dat. Ja. En goed, ik rijd ook voor goede doelen natuurlijk, hè. Geld ophalen en dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook met kindertjes rondrijden, die vind ik allemaal fantastisch. Ja. Dus ja, het blijft gewoon. Ben je nog heel bang dat het moment komt dat je niet meer kan rijden? Ja, dat gaat natuurlijk komen. Ja. Ik moet zeggen, ik heb vorige week op Spa gereden een dagje. En echt even weer de lekkere hakken en zaren gedaan. Ja, maar dan merk je wel dat het niet meer gaat als vroeger. Nee. Ja, het is zo. Ja. De scherpte gaat er een beetje vanaf, maar desondanks kan ik nog wel een beetje meekomen met de rest van de jongens die ook echt hard rijden. Ja. Maar de dag dat ik niet meer kan rijden, een rondje rijden is een ding, dat is nog één ding. Ja, maar gewoon een beetje. Maar gewoon een bochtje even een beetje driften. Ja. Als dat niet meer gaat, ja, waarom heb ik hem dan nog? Ja, wel geluid en lul. Ja, weet ik dan ook niet of je op een gegeven moment blijft zeg maar, accepteren van ik kan nu wat minder, maar het is nog steeds leuk. Ja, dat is lastig. Dat zal ook nog lang duren. En de dag komt dat ik het niet meer. Dat is ook zo. Ja. Of dat je zit te verbijten. Ik denk echt wat kost het op de taart doen, maar dat je gewoon in je hoofd. Ja, dat kan. Je denkt, ik durf geen launch control meer te doen, want ik reageer te langzaam. Ja, dan krijg je de tering en dan denk je, dan maar niet. Ja. Dan mag je altijd bellen om gewoon nog een kaartje met je. Vast meer vrijwilligers. Wij lachen daar nu om. Maar ik vind het wel, het is een best heftig verhaal. Ja. De andere kant van mensen zien jou, ons nu in die autorijding. Lucky bastards, maar ergens ben je dus helemaal niet lucky. Ik heb ooit een keer een ander filmpje gemaakt met een of andere presentator met een grote buik. Yeah. En die kwam toen ook zo'n filmpje maken de Maasvlakte op. Yeah. Met mijn 997 Turbo. Yeah. Ja, ik kon keer nog niks doen. Yeah. Ja, die vond het ook hartstikke lachen natuurlijk. Fantastisch en leuk en gierde brullen. Nou ja, daar ben je gewoon 6 jaar, 7 jaar later. En dan heb je de mooiste auto die ik kan kopen. En je muziek, ik heb mijn broertje weggebracht 2,5 jaar geleden en mijn hersentumor heeft het dan niet overleefd. Ja, wie heeft er nou echt geluk? Ja. Zo zie ik het natuurlijk ook. Ja. Dan denk ik toch, dan maar zo als nu.
Daar heb ik ook wel op pech, maar uiteindelijk, elke dag als de zon schijnt, zie ik mijn vrouw en mijn kind. Ja. Dan word je al blij als je bed het komt. Ja. En als je dan ook een keer een uurtje hebt bedoeld, dan ben je een blije kleuter. Hè? Ja. En later moet je denk ik de bakens verzetten en ergens anders blijven worden. Zo is het ook. Zo is het wel. Blijf maar een auto. Ja. Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Maar weet je... Zelf ook met je kind? Ja. Weet je, de gezondheid. Dat is het ergste. Als dat niet is, dan is het ergste wat je kan hebben. Daar heb je alles voor over. Ja. Iedereen mag voor mij alles komen halen. Ja. Mijn bedrijf, mijn huis, mijn hele zandknaap. Alles bankrekening, je wil er alles van me hebben. Ja. Als ik het terug kan draaien, dat kan niet. Nee. Dat kunnen ze een hetere niet doen. Nee, dat kunnen ze veel. Dat doen ze ook veel. Dan kunnen ze veel mensen blij maken, maar zover aan het niet. Maar je haalt wel geld op dus voor onderzoek dan, hè? Dus de race voor Parkinson. Ik heb een eigen stichting en ik doe daar niks anders dan mensen blij maken. Ja. En ik doe meisjes van 19 rijlessen geven op zondagochtend. Ja. Jongens met een grote mond even bang maken. Dat ze even ook weten hoe het werkt. Ja. En tegen een normaal bedrag. De een heeft er meer van over, met een dikkere portemonnee uit een ander. Ja. En ik kan alles voor je regelen wat je wilt. Ik heb een Evo 8 gehad. Een rode met wit streepjes, precies de verkeerde. Ja. Nou ja, die even 1000 euro mag ik niet in een dag meenemen. En ben je op het circuit geweest. Dus, en dat gaat allemaal die stichting in. Okay. Ik betaal de auto's allemaal, want die heb ik toch al. Ja. En dan heb ik meer het idee, ook voor mezelf kan ik het leuk verkopen naar de buitenwereld. Van joh, je bent er niet afgeschreven als Parkinson patiënt, zomaar. Nee. En al het onderzoek wat gedaan kan worden, alles is meegenomen. Ja. Maar voorlopig loopt het zwaar niet. Ik denk dat we voorlopig toch eventjes moeten wachten op een echte... Zijn er wel doorbraken die zouden kunnen komen? Nog niet. We kunnen een hoop fixen, een beetje. Mijn eigen dochter was natuurlijk ziek, dus dat is weer wel anders, maar daar doe je alles voor. En ik hoop dat jij inderdaad ook denkt van ik wil haar nog zo lang mogelijk de vader zijn. En bij mij wordt het misschien dat ik mijn dochter moet laten brengen hier of daar. Ja. Terwijl je het liever dan zo mag gedaan. Ja, ze kan nu de rijbewijs halen en jij hebt het tot de 18e gedaan. Ja. Het zou zo slecht voor mijn rijbewijs zijn om hier vaak te rijden. Ik heb een meneer maat de zaak, die heeft een 55 diesel touring. Die was hem even kwijt. dat heb je die auto's tegenwoordig zo goed. Ja. Dus ik ben nog blij dat deze veel herring maakt. Heb je in ieder geval wel het gevoel dat je doet wat. Ja. Dat is een waarschuwing. Ja. Dan nog, die meneer met het laser gun. Die staat vrij ver af. Die zal het worst wezen. Ja. Vraag je ook altijd van heb je nog dromen qua auto's, maar dus bij jou jouw droom zit hier voor gezondheid maar misschien toch ook nog iets met een auto. Kijk, afgezien van het realisme wat je moet hebben, natuurlijk, je GT2 RS is gewoon
super vet. Yeah. Porno, maar als ik naar mijn vorige kijk, ja, kan ik hem nooit weg moeten doen, zeg je er bij jezelf ook. Je kan alles bewaren. Yeah. Maar wat is je droom? Ja. Kijk, qua auto's, ik koop ze voor het rijden, en dan is dit eigenlijk de beste optie. Yeah. Yeah. Dan kan ik wel zeggen, ik kan alleen 18 spijt hebben, maar dat heb je ook door de week gereden dan. Zou je ook gewoon zo kunnen gebruiken natuurlijk. Tuurlijk, ja. De vraag of die leuker is. Nee. Nee, dat durf ik je net ook te over twijfelen. Ik denk dat dit wel echt meer. Ja. Hoor, dan heb je toonhoogte veranderd met hobbels en zo. Dus ik ga die auto volgt de weg helemaal. Zo mooi. Hakken en zagen noem ik het altijd. Ja. Dat ding doet het gewoon. En, ja. En 918, dat doe je niet snel mee. Nee. Ik heb een voorspoiler versleten, die lip. Ja? Was echt versleten. 40.000 kilometer. Nou, dat doe je toch met je paard niet. Nee. Nee, dat denk ik dat ook niet veel. Nee. Nee, trouwens, ik zou de garage rekening wel eens willen zien. Voor de beurtjes en dat soort dingen. Ja, dat is niet grappig. Nee, nee. Is dat bij deze rekening? Ja, een lachertje. Ja, natuurlijk. Ja. Eén keer de beurt voor 600, één keer de beurt voor 1200. En dan moet hij volgende week prompen. Nou, een beetje olie, filtertjes, dat was van. Dat is Porsche. Ja, een hoopje. Alles. Dan weet je als je nou te koopt. Ja, 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 nee, dat is ook waar. Maar nee, dit valt ik heel erg mee. Ja, ik snap het wel dat je hier gewoon denkt van ik ga naar Italië. Nee, niet verder voor de auto. Winterbanden eronder, zet je. Kunnen er winterbanden onder mijn GT3 RS? Ja, dus. Ja, van de rode GT3 heb je de Z. Ja. Die zijn wat smaller en dan heb je 20 inch met 20 inch achter. En dan past het zo op. Nou, ik zit in de gereedschappen, dus ik heb centrale windmoesletters hoeveel weer de uren. En ik heb een airbril op de zaak, dus ik ben binnen 5 minuten staat die wind te komen. En ik moet echt zeggen, je moet gewoon 200 per uur in de regen achter de Audi zijn. Je ziet die jongens denken. Oh, nee. Dat klopt iets niet. Nee. Nou ja. Nee. Ja. Dat kan normaal niet op die bandjes zonder profiel. Nee. Die Michelin, die laat je nou bij 150 in de steek, hoor. Ja. En die winterbanden, jongen, echt perfect. Ja. Maar dan ben je waarschijnlijk de enige ter wereld die winterbanden op zijn GT3 RS heeft. Ja, ik heb er nog niemand over gehoord die dit doet. Nee. Maar die zie je ook zwinters niet buiten, die dingen. Nee, nou in de zomer ook bijna niet, maar... Hij vind ik echt zonde, hè? Dat vind ik echt waanzinnig gaaf je gewoon gebruikt. En ja, weet je wat ik eigenlijk ook het bijzonder vind aan een GT3 RS? Dit is gewoon automatisch. Gewoon. Ja, ik bedoel, een normale Carrera S doet dat nog geciviliseerder, maar het is gewoon heel goed mee te rijden. Ja, kan je heel dat doen hoor. Ja. Ik heb natuurlijk met van die ritten met Streetgasm of zo, of Cars in Business, mee geweest. En dan doe je het een week lang, vrouw mee, lach hier de bril natuurlijk, en dan ben je, na een week. Ja. 5 dagen donderjagen hele dag. Dan wil je... Dan ben je weer ook nog eens een keer in de normale auto zitten. Ja, snap ik. Maar ja, dat is niet zo gek. Dan zijn ook je banden af en klaar. Dan ben je weer in huis. Dat heb je wel gezien. Ja, hoeveel setje banden heb je er al doorheen gegeven? Dat valt ook wel mee. Ja? Er zitten nog steeds de originele voorbanden op. Maar rijd je niet hard genoeg. zeg het maar. Nee, ja. Hoeveel filmpjes wil je zien? Nee. Ze zijn nou echt kuis af, hoor. Daar gaat niet om, maar... Dus daar gaan er nieuwe op en achter de 2 setjes. Vond ook wel mee. Die vorige Michelin waren de weg van die 997's. Die waren zo weg. 8000 kilometer. En die, maar dat was een GT2 ook, dus dat is turbo. Ja. Deze heeft ook wel een hele mooie opbouw qua vermogen. Ja. Dus je hebt niet, we hadden net met Logic al echt wielspin, maar... Ja, en echt die voorbanden, op de een of andere manier staan die anders. En ze zijn natuurlijk breder, 265. Ja. Bij mij natuurlijk... Maar 265 op zit, dus op de, ik weet ook niet. Nee. Ik doe mijn best om ze te slijten. Maar... Ze gaan maar niet op. Ze gaan maar aan mij ligt het niet. Ja. Ik zou nog 6 rondjes kunnen doen natuurlijk. Ja, bel me weer. Ja. Leuk. Ik vind het heel mooi. Ik bedoel, 59.510 kilometer. Ja. Volgende week naar de dealer. Beurtje. Ja. Voor tijd. Ik heb eigenlijk beloofd aan mijn vader om ook op 250.000 kilometer te rijden. Dat is zijn 928. Ja.
En laten we hopen dat ik het haal, want dat betekent dat ik nog 10 jaar gezond ben. Dat ik er 10 jaar mee weer uit kan. Ja. Hoop ik ook. Hoop ik van harte. We zetten de URL van jouw dingen hier ook even onder. Racing voor Parkinson. Ja, en we zijn jongens, er zijn heel veel goede doelen, maar nou ja, dit is er dus ook één. Dus als je denkt van nou, ik kan daar iets in betekenen. Ja, wil ik hier op zondagochtend rondje rijden. Meld je maar en gaan we wat leuks in. Dankjewel Frans, ik vond het heel gaaf om te mogen rijden. Graag gedaan. Dit is ook de enige GT3 RS waarin gewoon met een sigaar wordt gerookt. Ja. Jullie vinden allemaal heiligschennis en zo, maar echt fantastisch. Nee, er komt ook een ook het uitlaat, dus een beetje ook binnenin het kan je water komen. Precies. URL hieronder nog voor opgeven als je ook een mag een leuke auto zijn, mag een normale auto zijn. En dan zien we je terug. Dankjewel voor het kijken.